Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jesse en ik ga jullie namens het communicatieteam van de Kruiskerk de kerk laten zien. Goedemorgen allemaal, goedemiddag, goedavond, wanneer je dit ook kijkt. Leuk dat je weer kijkt, trouwe kijkers van de vlog. Superleuk, altijd leuk om leuke reacties te ontvangen van jullie op straat of gewoon via de mail of via Facebook of wat dan ook. Superleuk. Vandaag, en je hebt misschien al de titel gelezen, gaat het over de ZWO. En dat is een commissie in de kerk en ik weet er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Dus ik wilde even uitzoeken wat het precies was en wat zij doen, wat hen bezighoudt. Er zijn namelijk heel veel dingen die op dit moment stop zijn gezet door de corona. Sommige dingen kunnen gewoon niet. Maar dit is juist iets wat doorgaat en wat eigenlijk altijd doorgaat. Dus dat is ook iets waar aandacht aan besteed moet worden. Ik heb een, als het goed is, een live verbinding met Judith Overvliet. Dus Judith Overvliet, ben je daar aanwezig of niet? Hey Jesse. Dag Judith. Ik ben even benieuwd, wat is nou eigenlijk de ZWO? Waar staat het voor en wat is eigenlijk in het kort wat jullie doen? Ja, die vraag krijg ik vaker te horen. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. We hebben als commissie twee taken. Dat is de gemeente betrekken bij deze drie woorden, Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. En geld werven. Oké, okay, interessant. En hoeveel mensen zitten er nou in de ZWO-commissie? Is dat een hele grote groep of zijn jullie met een klein stel? Op dit moment bestaat de ZWO-commissie uit 7 commissieleden. Maar we worden ook ondersteund door diverse gemeenteleden die ons helpen bij het bezorgen van de brieven en bij het inzamelen van postzegels, ansichtkaarten en oude telefoontjes. Oké, okay, wauw, dat zijn best wel veel mensen die zich inzetten voor, ja, voor de ZWO, voor de kerk en voor anderen. Dat is mooi om te weten. Wat zijn nou een beetje activiteiten die jullie doen, die jullie organiseren? Of wat houdt jullie bezig? We zamelen postzegels in, kaarten, mobieltjes voor Kerk in Actie. Je kan ons kennen van de spaardoosjesactie tijdens de 40 dagen tijd. Verder bezorgen we elk jaar een brief waarin we vragen om een donatie. We schrijven stukjes voor het kompas, benodigen gasten uit. We hadden vorig jaar een dominee uit Cuba te gast die vertelde hoe het is om te leven in een land als Cuba als christen. We organiseren de tweede Pinksterdagdienst. Helaas dit jaar niet vanwege de omstandigheden, maar we hopen volgend jaar weer iets moois te kunnen organiseren. Verder doen we ook spontane acties zoals heel de Kruiskerk bakt. En vorig jaar hebben we tweedehands kinderkleding verkocht tijdens het voorjaars-event. Door de coronavirus kan dit jaar helaas de tweede Pinksterdagdienst niet doorgaan. Maar de gevolgen van de coronapandemie zijn wereldwijd te voelen. Het is daarom juist nu extra belangrijk om aandacht te schenken aan de meest kwetsbaren in deze wereld. Die zich het minst kunnen verweren tegen de gezondheidsrisico's en de economische gevolgen. Daarom, Jesse, leek het me leuk om je voor te stellen aan Thijs en Marieke Blok. Zij zijn namens Kerk in Actie verbonden aan de universiteit in Zambia. En ze zijn ook predikant geweest in Nijkerk. Dag allemaal. Fijn vandaag iets met jullie te kunnen delen. Want een vraag die we best vaak krijgen is, hoe gaat het nou eigenlijk in Zambia? Nou, er zijn gelukkig nog weinig besmettingen met corona. Er zijn ook weinig mensen aan het virus overleden. Het dagelijks leven gaat zijn gewone gang. Mensen kunnen dingen verkopen op straat en straks mogen de eindexamenklassen ook weer naar school. Het grootste probleem is droogte en honger. Daar hebben de mensen echt veel last van. Helaas zijn wij ook nu in Nederland, omdat de universiteit sloot. Maar gelukkig kunnen we wel contact houden. Ook al missen we natuurlijk Zambia, Justemale, de studenten en de collega's en ons eigen huis. En hoe houden we dan contact op afstand? Dat is meestal via WhatsApp en via internet. Gelukkig zijn we daar ook weer mee bezig nu met online lesgeven met studenten. En dat geeft ons ook veel plezier. Nou, misschien is uw vraag, wat kunnen wij dan nu ook in deze tijd voor de mensen en in het bijzonder voor de studenten betekenen? Nou, dat is best veel. U kunt voor ze danken en bidden. Alle docenten en studenten zijn gelukkig nog goed gezond. En kunt ook danken voor alle goede technische mogelijkheden die er zijn. Om de lessen te kunnen blijven volgen, dat is voor de studenten echt een grote uitdaging.
Het kopen van databundels is gewoon heel erg duur. En daarom heeft Kerk in Actie besloten een extra project op te starten om het online teachen op Justemalie te ondersteunen. En u kunt daar aan meedoen. Ja, u kunt op het rekeningnummer van Kerk in Actie uw gift overmaken. NL 89 ABNA 0457 457 457. Onder vermelding van Corona Zambia. Hartelijk dank alvast namens de studenten. We mogen Pinkstfeest vieren. En corona of niet, social distancing of niet, we zijn toch met elkaar verbonden door de Heilige Geest. We zijn aan elkaar gegeven om samen voor God te leven. Dank u wel. Oké, beste mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het een interessante vlog vonden. Ik wel. Ik wist namelijk nog helemaal niks over de ZWO en ik heb er nu best wel veel van geleerd. Ik hoop jullie ook thuis. Bedankt Judith voor het meewerken aan deze vlog. Bedankt familie Blok voor het meewerken aan deze vlog. En dan hoop ik jullie allemaal vandaag te zien bij de Pinkse Puzzeltocht. Doe je best, ik kom langs. En anders zie ik jullie natuurlijk volgende week bij een nieuwe vlog. En ik wil jullie nog even vragen om te abonneren op het YouTube-kanaal van de Kruiskerk. Dankjewel, zo fijn zijn. Later!